Alles oh, dus is rood. Oh, Alles is rood. Nee. Niet, niet, niet goed. Niet goed. Regisseur Olga Hartmans geeft samen met theatergroep Apollo het toneelstuk vast. Het stuk speelt schaf in een vrouwengevangenis. Alle dertien acteurs vertellen in een monoloog hoe hun karakter in de gevangenis is beland. Uh, ik mocht met negen vrouwen en vier mannen spelen. Maar uh, als je naar uh, toneelstukken gaat kijken die al bestaan, dan is het best wel lastig om een toneelstuk te vinden waar negen vrouwen in uh, zitten. Uh, dus toen had ik zoiets van, oké, okay, dan moet je waarschijnlijk gaan herschrijven. Of dan moet je van uh, uh, mannenrollen, uh, uh, vrouwenrollen gaan maken. En uh, dat vond ik allemaal goed. Dus toen dacht ik van, nou uh, dan maar liever gewoon helemaal met een uh, schone lei beginnen. De voorstelling die speelt zich af in een vrouwengevangenis. En uh, het gaat over uh, de, de medewerkers en de gevangenen in deze gevangenis. Ik speel uh, een van de bewakers in de vrouwengevangenis. Dus we zijn met uh, drie bewakers en ik ben er een van. Elk karakter heeft eigenlijk een monoloog, dus mijn karakter ook. Um, en een beetje wat, wat in mijn karakter zit, is dat um, het gevoel wat hij speelt, is boosheid. Hij is niet tevreden dat hij in de gevangenis zit. Um, de gevangenen zitten op hun manier natuurlijk vast in de gevangenis, maar uh, mijn karakter eigenlijk ook. Nou ja, Olga vertelde wat ze graag wilde doen met ons. Uh, waar ze een beetje naartoe wilden. Toen zijn we vanuit improvisatie uh, zijn we elkaar een beetje gaan aanvoelen. We zijn elkaars karakters gaan aanvoelen. Uh, dat hebben we een aantal repetities gedaan. Uh, Want je hebt als acteur zelf je monoloog moeten schrijven. Um, neem je daarmee dingen uit je eigen leven mee? Nou, dat was niet mijn insteek toen ik begon. Maar ik denk dat er stiekem wel wat dingetjes van mezelf in zitten. Er zit bijvoorbeeld een, een, een stukje heel vrij willen zijn, willen dansen. Dat zit er bijvoorbeeld in mijn monoloog. En dat past ook al bij mezelf. De rode draad is, is, is um, waarom ze in de gevangenis zijn gekomen. Ze vertellen allemaal waarom ze in de gevangenis zijn gekomen. Eigenlijk de psychologie erachter. Want uh, uh, bij misdadigers denken we al snel aan... Uh, van nou, bruut geweld, iemand neersteken. Maar vaak uh, komt daar gewoon veel, zit er veel meer achter. En dat vond ik interessant voor deze voorstelling. van um, ja, Wat brengt nou iemand zo ver om, om een moord te plegen?